Nou, ik wil het uh, uh, graag kort houden vanavond, het is ook al laat. Uh, 1-0 uh, na 1 minuut uh, 30. Nou, dan weet je uiteraard in de arena dat het een uh, heel lastig verhaal wordt. Dan hebben we hebben geprobeerd om, uh, om de schade te beperken in de eerste helft, waarbij we veel te weinig voetballen, dus bijna geen kansen creëerden. Dus Ajax daarin gewoon uh, heel simpel gezegd beter was. In de rust een aantal dingen proberen te veranderen. Dat begon wel redelijk de eerste paar minuten een minuut of 10, acht. Uh, met een paar mogelijkheidjes. Waarbij je ook uh, Ajax trouwens een 1-op-1 had, volgens mij. Die ook kunnen, uh, dan kan het ook 2-0 staan. En uit, uh, ik vond het een, uh, voor ons om het, uh, om het, um, een teleurstellende avond. In die zin dat we een aantal dingen veel beter kunnen en beter moeten doen. En, uh, en, en eigenlijk heel erg vervelend uh, de eerste minuut waarin we toch een, een overtreding moeten maken. Uh, waardoor het misschien een gele kaart is, maar dat je dus niet direct met 1-0 achterkomt. Ik vind ook dat Ajax trouwens zich verder goed ontwikkelt, want die spelen beter dan de laatste weken, denk ik. En, en daar waren wij vandaag gewoon kansloos. Zo simpel is het. En dat is voor ons heel teleurstellend. Dus de moeite van de week is even flink over praten. Het is niet goed en dat moet beter. En ik wil Ajax feliciteren met de overwinning. En succes woensdag tegen Barcelona.